Yo guys, van Pucks Online, leuk jullie weer kijken naar deze nieuwe video. En vandaag gaan we verder met Minecraft Survival Island. Het heeft weer een tijdje geduurd. En jullie merken al gauw iets. En dat weet ik, want ik kan jullie gedachten allemaal stuk voor stuk lezen. Mijn texture pack. Ik heb John Smith gedaan. En dat is gewoon een beetje om eventjes uit te testen. Vinden jullie dit mooi? Als 1.8 John Smith uitkomt, dan ga ik die ook downloaden. Dus vinden jullie dit mooier dan wat ik normaal heb? Dan moeten jullie dat even weten laten in de reacties. Want misschien ga ik dan wel met John Smith spelen in plaats van dan Faithful. Ik ga natuurlijk... Dat is fijn. Het stopt met regenen. En ik heb een beetje lag. Ik weet niet hoe dat komt. En ik ga er ook geen smoesjes op verzinnen, want ik ben nu te lui voor. En holy shit, wat? Volgens mij zagen jullie dat ook. En we hebben nog mokers veel spullen van de vorige keer. Toen we naar de end, ja zo heette de aflevering. Maar toen gingen we naar die end ding. Stronghold. En ja, want die zit letterlijk hiernaast. Zit die end stronghold. En oh, het iron is nog steeds bezig. Terwijl ik al heel lang niet heb opgenomen. En ik ben van plan deze keer eventjes mijn huske gaan afmaken. Daarom moet ik eerst maar eventjes gaan slapen trouwens. En trouwens, ik heb nog geen eens carrots. Maar hier staan wel al biggen. Maar ik heb die wel nodig. Ik heb die biggen wel nodig. Want anders kan ik dus niet aan eten komen. Als we hem op easy gaan zetten. De dinges. De difficulty. En ik denk dat ik ook eventjes ga kijken rondom het eiland. Of er soms koeien zijn. En ik denk dat dit gewoon een extra lange episode gaat worden. Ik ga ook gewoon lekker veel opnemen vandaag. Gewoon lekker veel achter elkaar opnemen. Kijk, hier zit wel al een schaap. En het is 1.8. Dus daar kunnen we ook vlees van krijgen nou. En dat is super gunstig. Want dan hoeven we niet telkens meteen aan koeien of varkens te komen. Maar dan hebben we ook gewoon schapen voor wol. En vlees. En dat is best wel goed. Want anders konden we helemaal niet aan eten komen. Want er zijn nog helemaal geen koeien volgens mij. Tenminste, ik heb er volgens mij eentje gezien in totaal. Ik weet het niet eens eigenlijk. Kijk, daar zit wel een bergje. We hebben ook wel best wel een gebergd eiland. We kunnen daar best wel wat vets mee gaan doen. Ik denk wel dat we hier wel degelijk iets vet mee kunnen doen. En ik ga even die boeken. Wauw, ik wou koeien zeggen. Waarom koeien? Vooral omdat ik nog steeds met dat koeien in mijn hoofd zat net de hele tijd. Maar het maakt wel even niet uit. Deze iron, die doen we daar eventjes in. En ik heb een beetje last van mijn keel. En hier hebben we nog steeds dat polished granite. We pakken eventjes wat stokjes. En we hebben genoeg iron, dus ik maak gewoon eventjes van iron een ho. Want, Puk, wat ben je van plan? Nou, leuk dat je het vraagt, kijker. Want wij gaan dus eventjes met een iron ho. Hier kan het dus niet. Ho. Wij gaan dus eventjes een klein mini farmpje maken, denk ik. Het geluid staat een beetje hard. Ja, dit is al beter. En dan horen we het wel zachtjes. En ik heb lag. Ik heb ook niet de beste computer, heb ik al vaker gezegd. Het is maar net of je ernaar wil kijken of niet. En hier beneden zat ook een schaap volgens mij. Oeh, het is dat ik geen Optifine heb. Echt, het is dat ik geen Optifine heb. Oh nee, dat zat hier volgens mij. Kijk, daar zie je ook al dat Mossy Stone Bricks. Dat is een 1.8 craftable. Dus dat is aan de ene kant wel goed. Want daar kan je best wel fancy pantsy nancy dingetjes mee maken. En willen jullie vaker zien dat ik in John Smith speel? Want dat valt me net op. Want ik vind er allemaal wel wat natuurlijker en mooier uitzien. Is zien hadden we weer seed. Ja, wat een seed. En ik denk trouwens dat ik meteen op easy ga zetten. Het is echt heel uitdagend. Maar we hebben al een bed en alles. Dus daar hoeven we niet bang voor te zijn. En jezus, ik word hier gek van. Ik kan niet. Oeh, dit klikte ik per ongeluk aan. Maar nu werd het toch aan hem geklikt. Oh mijn god, jongens. We staan nu op Minecraft in Zuid-Afrikaans. Dit is zo cool. Hoe heet dit dan? Een ijsteren skoffel. Ijsteren skoffel. Wauw, die namen. Serieus. Volgens mij lijkt het best wel op Nederlands Zuid-Afrikaans. Kijk, fakkel. Een ijsterpik. Ijsterbel. Klippik. Klippik. Grond. Kijk, het zouden eigenlijk aarde zijn in Minecraft, maar het is eigenlijk wel hetzelfde. En kijk, gouden pertarnas. Papaver. Papaver. Ja, grond. Ijsterstaaf. Berkenboomstichie.
Oh mijn god, we hebben een stichy. Een steenkool. Boek. Hoe spreek je dat uit? Klipstenen. We gaan nog wel eventjes... Wauw. Verkrekt Nederlands to the max. Maar, we zijn eigenlijk al best wel een hoog level. En we hebben genoeg boeken en genoeg hout. Kunnen gaan voor een enchanting table. Nu al? Ja, nu al. Het ligt er maar net aan de seed eigenlijk. Maar het is helemaal niet zo'n verkeerde seed eigenlijk. Want anders hadden we ook niet aan zoveel boeken ineens kunnen komen. Ik ga dit meteen even oplichten, want ik ga een beetje op avontuur. En ik wil niet terugkomen in een huis vol mobs. Want dat zie ik nogal gebeuren. Dat weet ik, omdat ik heb het net naar easy gezet. We houden het namelijk nog eventjes makkelijk. En vooral ook omdat ik even bones nodig heb voor bone meal. Zodat we eventjes schapen kunnen gaan breiaden. En ik zie een boompje. Ik ga even wat bomen hakken. Want dan kunnen we verder gaan naar het huis. Volgens mij hadden we wel nog genoeg oak logs in onze chest zitten. Dus die hebben we niet nodig. Ook al heb ik graag wat meer voor de zekerheid. Maar we hebben ook nog wat genoeg siggies. Saplings. En kijk maar, hè. Weer even wat stiggies. Stiggy. Het was een stiggy. Geen siggy, maar een stiggy. Dat is mooi dat we eventjes een paar van die hebben. We gaan maar weer lekker verder met bomen hakken. En hallo meneer schaap. We nemen deze mooie bloemetjes mee. Want dat kunnen we ook nog wel netjes gaan plaatsen. We gaan eventjes deze boom weer verder hakken. En hoe kan je hier een commentary bij geven? Hoe kan je een commentary geven bij hoe hak je een boom om? Wauw. Serieus. Als je zoveel achter elkaar praat, dan echt, dan haal je bijna geen adem. Ik ga eventjes kijken of de ijzeren staven al klaar zijn. Ik moet er steeds weer om lachen, hè. IJzeren staven. Ja, die zijn klaar. Koringzaad. Wauw. Waarom koringzaad? Koringzaad ook echt, hè. Met een z. We hebben onze scoffel bij ons. Wauw, heb je ook een scoffel? Het doet me een beetje denken aan Curaçao. Het doet me echt daaraan denken. En deze deur ziet er niet eens zo verkeerd uit in combinatie met John Smith. We moeten maar eventjes gaan verder weg. Kijk, we hadden nog genoeg logs, maar we hebben nog even voor de zekerheid maar wat gehaald. Maar we gaan dus even een tweede verdieping maken. Kan handig zijn, maar ik ben van plan hier dus die trap te gaan maken. We moeten eventjes wat birchwood hebben. Wauw, berkenhout trappen. Zo heet het volgens mij ook in het Nederlands, maar dan berkenhout trappen dan niet zo verkrekt. Hoe gaan wij dit doen? Ja, volgens mij moet hij zo. Zo. En dan doen we zo. En nee, ik vind het toch wel wat mooier als we hem eentje naar achter doen. Ik weet niet wat het is, maar het zegt mij iets dat ik gewoon eentje nog naar achter moet doen. Dan gaan we voor de tweede verdieping. Kunnen we daar onze definitieve slaapkamer gaan maken. En het lijkt me best wel vet dan. Want wij gaan gewoon als rijke tata's leven. Oeh, dat glaspaneel. Dat kunnen we ook nog best wel gaan gebruiken eigenlijk. Want hoe ziet dit eruit dan? Dit kan er eigenlijk nog best wel uitzien. Dit kan er eigenlijk nog best wel cool uitzien. Nou, het is eigenlijk niet eens zo verkeerd. Nee, dit is echt helemaal niet zo verkeerd. Maar ik ga deze trapjes nog maar eentje naar achter doen. Ik weet niet wat het is, jongens. Ik ben gewoon een verkrekte gozer. Is zien. Ja, het helpt niet Minecraft als ik de hele tijd lag. Wauw, ik kan het niet eens meer allemaal vinden. Zich afstand. Wauw. Af. Wauw. Wauw, Minecraft. Ben je nou zo ver gaan? Oh, god. Nu weet ik niet meer. Volgens mij moest ik hier die berkenhout trappen plaatsen. Zouden er trouwens ook YouTubers zijn die Zuid-Afrikaans spreken? Ben ik eigenlijk best wel benieuwd naar. Waarschijnlijk niet. We doen eventjes dit. En we doen dit erbo. Wacht. Wat doe ik eigenlijk? Het kan veel mooier. Dat kan echt veel mooier. We kunnen ook gewoon hier plaatsen. Dit ziet er ook niet verkeerd uit. En dat klonk heel verkrekt. En ik weet niet wat ik met dat woord heb. Kijk eens hoe ik rap. Oh. Ik ben een puk en ik rap heel veel. Ik ben een puk en ik heb een dikke bil. Oh. Verkrektheid tot de max.
Yep. Dat wordt gewoon onze nieuwe slagzin. Bekrektheid tot de max. Oké, we maken hier eventjes wat dingetjes van. En hoezo noem ik ze dingetjes? Omdat ik kapot racistisch ben. En daarom verdienen zij het niet om geen dingetjes te zijn. Zij verdienen het niet om volwaardige mensen te zijn. Zij verdienen het alleen om dingen te zijn. En zelfs dat verdienen ze niet. Trappetjes. Die slaps. Die slats. We hebben hier eikenhouten planken. En volgens mij valt één ding jullie op. Of het valt jullie nu pas op. Ik zit de hele tijd op te letten dat ik geen zeg. En ik weet niet waarom ik dat in de aflevering zeg. Maar ik probeer het altijd een beetje wat meer te gaan zeggen. Ik probeer wat minder gaan zeggen. Want ik wil echt wat meer kwaliteit in mijn video's zien. En daarom... Ik ben ook wel wat, heel wat tijd kwijt aan het uitknippen van steeds van dat eruit knippen. En zeker al, dat is echt heel irritant als ik daarop ga letten. En zeker als ik dat dan ook wel in zo'n opname doe. Want daar krijg ik echt last van je keel. Want dan moet je de hele tijd uit één stuk doorpraten. Dan kan je niet intussen eventjes een pauze nemen. Zo van, je ziet me alweer heel erg... Ik denk dat ik nu wel heel meer tijd kwijt ben aan het... En kijk, dan doe ik dat maar weer, jongens. Weet je, ik ben er klaar mee. Ik ga gewoon niet meer op letten. Maar als jullie vinden dat ik wel weer op moet letten, dan moet jullie het maar gewoon zeggen. Ik probeer gewoon wat meer kwaliteit te krijgen in mijn video's. En dat kan alleen zo. Je weet zelf. Ik ga dit zo doen. En we gaan eventjes van slaps. Want dit wordt onze tweede verdieping. Maar dan hebben we tenminste wel al een dak op ons kleine knusse huusje. En ik werk gewoon in de nacht door. Staan we eigenlijk wel op easy. In plaats van peaceful. Ik zie nog helemaal geen mob. Wacht, ik dacht dat ik daar een zombie zag. Oké, dan is het goed. Maar voor de zekerheid kijk ik nog wel eventjes makkelijk. Dat betekent volgens mij wel easy. Easy peasy, easy leasy. Ik zoek er altijd rijmwoorden op. Hebben jullie dat soms ook wel eens? Dat jullie altijd zelf woorden gaan verzinnen die rijmen. Bijvoorbeeld als je zo van, yo, ik ben Puk. En ik breng veel geluk. Ja, dat rijmt wel. Maar dan zoek je zeg maar een rijmwoord dat eigenlijk nergens op slaat. Ik vind het eigenlijk best wel grappig. Ook gewoon in het überhaupt gewoon al te zeggen dingen die nergens op slaan. Want dat is ook wel weer het grappige, vind ik. Als je gewoon dingen zegt die helemaal nergens op slaan. Want dan kijken mensen echt heel grappig aan. Dat zal misschien in mijn perspectief echt heel raar klinken. Maar ja, jezus. Deze episode zit echt vol met random dingen. We gaan gewoon deze episode ook gewoon de randomste video... Wauw, is dat wel goed Nederlands? De randomste video? Het is sowieso niet Nederlands, Bukker. Ik heb geen idee. Jullie moeten me daar maar eventjes op wijzen. Maar ik denk dat ik het voor deze video maar ook ga afsluiten. Dus jongens, we hebben deze episode hebben we alleen dit dak hierbij gecreëerd. En daarom wil ik jullie vragen om een like te doen. En eventjes te zeggen in de reacties of ik dus in John Smith moet blijven. Of dat ik weer gewoon in een normale texture pack ga. Ik ga de volgende... In de volgende episode ga ik wel weer een normale texture pack. Gewoon eventjes om weer wat op te frissen. En eigenlijk zie ik jullie dan weer de volgende keer. Vergeet niet te liken, te abonneren op mijn kanaal. Vergeet niet te delen met je vrienden. Dan zie ik jullie weer de volgende keer. Ciao!